Dank u, voorzitter. Meneer de minister, inderdaad, ik kan niet meer doen dan mijn collega's bijtreden. En zeker een uniek moment, want ik zit in de oppositie in Antwerpen en mijn collega hier, Antwerpenaar uit de oppositie, Gullert Duan, heeft de kattenbellen aangebonden, ook in de gemeenteraad vorige maandag. Wij hebben in Antwerpen echt wel nood aan een overgangsmaatregel van de trouwens hier unaniem en door mij ook goedgekeurd en ondersteunde premie die handelaren kunnen krijgen die last hebben van werken. Maar het is zeer oneerlijk wanneer men ziet dat men voor 1 juli, de handelaars die er nu al last van hebben van de werken die aan gang zijn, voor 1 juli, dat als die sluiten €75 per dag krijgen, als ze open blijven niks krijgen. En degenen die dan na 1 juli last zouden krijgen, zouden als zij open blijven €2000 krijgen. Dat hoort u zelf, dat is niet zo eerlijk. En vandaar mijn vraag, we hebben nood aan een overgangsmaatregel. En zeker in Antwerpen heeft het gehoord wat een ellende al die wegenwerken in Antwerpen teweeg brengen. En bij uitbreiding ook op de parking natuurlijk, heel Vlaanderen. Meneer de minister, u heeft inderdaad een goed systeem in uitvoering gebracht met uw uitvoeringsbesluiten. Ik heb het oude systeem dat ingediend werd in het federaal parlement en senator Jean-Marie de Dekker nog mee goedgekeurd en aangepast. Het is een beter systeem. Uw uitvoeringsbesluiten zijn goed en ook het feit dat het automatisch gebeurt. Maar er is een enorme discriminatie die nu plaatsvindt in Antwerpen onder handelaars. En dat kan eigenlijk niet. Mijn collega juist voor mij toonde het al aan. Omdat in Gipot het systeem wordt ingevoerd wanneer men dan de werken begint in Antwerpen, is dat met vele stukjes. Eén groot geheel, zoals al de lijnen in Antwerpen, worden in stukjes heraangelegd. En men kan dus in een situatie komen dat de ene handelaar wel een premie krijgt en die naast de deur geen premie krijgt. Ik zei het u al, er is een enorme discriminatie en dat kan niet. En daar hoeft u geen datum voor te veranderen, daar hoeft u inderdaad enkel, zoals hier ook al gevraagd is, een overgangsmaatregel te voorzien, zodat iedereen die last ondervindt op 1 juli van werken en na 1 juli van het systeem kan genieten. De schade in Antwerpen is inderdaad bij de handelaars enorm naar aanleiding van al die werken. Ik kan dat bevestigen als Antwerpenaar nu. Uw besluit is inderdaad goed. Uw uitvoeringsbesluiten die automatisch zijn, zijn goed. Maar ik blijf erbij. Er is een enorme discriminatie waar u iets aan zou moeten doen. Ik geef het voorbeeld van de lijn in Antwerpen. Handelaar X op de lijn in huis nummer 13, die opengebleven is omdat hij zijn zaak niet kan sluiten voor €75 per dag. Die krijgt niks omdat de werken voor 1 juli gestart zijn. De handelaar op de lijn nummer 15, die na 1 juli in het Gipot-systeem zullen ingevoerd worden, die werken voor zijn deur. Als hij open blijft, krijgt hij €2000. Dat is een enorme discriminatie. Doe daar iets aan.